goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Met mij gaat het goed in ieder geval. Vandaag gaan we wat ik eet op mijn dag doen. Want op de laatste wat ik eet op mijn dag die daadwerkelijk van mij was. Want ik heb er al best wel wat gedaan de afgelopen tijd. Kreeg ik de vraag of ik altijd hetzelfde eet. Of dit altijd is hoe ik eet. En nee, dat is niet het geval. Ik ga je gewoon nog een keertje meenemen in mijn dag. En ik hoop dat jullie hier gewoon wat inspiratie uit opdoen. Nou, het klaarmaken dat ging helemaal niet zoals ik wilde. Dus dat heb ik gewoon afgekapt. En ik heb eigenlijk een smoothiebol gemaakt met gepofte spelt erin. Maar ik zal hem even laten zien. 100% gepofte spelt. En ik heb maar 40 gram hiervan gebruikt. Maar je hebt echt een gigantische kom vol. Dus normaal gesproken zou je zeggen, dit is perfect als je aan het afvallen bent. Want dan heb je superveel eten voor weinig calorieën in principe. Maar ik heb gewoon al honger. Dus ik gebruik het ook als ik aan het aankomen. Ik zit momenteel in een fase waarin ik zo min mogelijk vet probeer aan te komen. En zoveel mogelijk spier. En ik eet ongeveer 3200 calorieën per dag. En dat doe ik eigenlijk nog steeds wel met eten. Nou ja, wat hoog is qua volume. Laat ik het zo maar zeggen. Jullie gaan zien, door de dag heen eet ik gewoon nog steeds heel veel. Maar ja, genoeg gezegd. Het is één stap. Ik heb honger. Uiteindelijk was het meer gewoon cornflakes in plaats van een smoothiebol. Ik heb er iets te veel water in gedaan. En ik merk altijd op het eind, dan heb ik gewoon geen geduld meer om het gewoon te eten met mijn lepel. Nee, dan ga ik het als een 6-jarig kind naar binnen werken. Door het gewoon aan mijn lippen te zetten. Het was wel heel lekker. Het was ook wel redelijk wat. Dus ik voel wel dat ik een goede bodem heb. Ik heb ook nog mijn appeltje. En dat maakt dan eigenlijk mijn ontbijtje. En nogmaals, ik eet niet elke dag hetzelfde. Maar dit is gewoon een van de dingen die ik eet. Zo krijg ik gelijk wat fruit binnen. Want ik heb een appel, ik had een mandarijntje erin gedaan. En ik had wat zomerfruit erin gedaan. En dat laat toch zien dat het niet zo heel moeilijk is om die fruit binnen te krijgen. Wel moet ik trouwens even een korte disclaimer maken voordat we verder gaan met deze video. In deze video laat ik jullie zien hoe ik eet op een dag. Ik ben heel anders dan jij bent. Jij hebt misschien meer of minder nodig dan ik. Dus als je deze recepten wil namaken, pas dan in ieder geval aan jouw behoeften en aan de hoeveelheid die jij nodig hebt. En doe het niet gewoon klakkeloos na wat ik doe. Want we zijn allemaal anders, maar ik moet toch deze disclaimer altijd eventjes gemaakt hebben. Omdat wat ik doe niet per se voor jou hoeft te werken. Maar maak je geen zorgen, ik zou jullie natuurlijk nooit vertellen dat je het moet aanpassen aan jouw behoeften zonder dat ik je uitleg hoe je nou aan je behoefte komt. Het is vrij simpel. Ga naar tdecalculator.net. Voer daar al je gegevens in. Dus je leeftijd, je lengte, je gewicht. Dan of je man, vrouw bent. Druk op uitrekenen en dan vind jij hoeveel calorieën jij op dit moment nodig hebt. Is dit 100% accuraat? Nee. Maar het is wel een hele snelle manier om er ongeveer achter te komen hoeveel jij nodig hebt. Wat je dan gaat doen is je gaat kijken wat is mijn doel. Als jouw doel is afvallen dan ga je onder die calorieën zitten. 200 tot 500 calorieën. Als jouw doel is aankomen dan ga je erboven zitten. 200 tot 500 calorieën. Hoe hoger of hoe lager je gaat zitten betekent natuurlijk ook hoe sneller of hoe langzamer het gaat. Ik ben persoonlijk altijd fan van de langzame aanpak. Dus 200 calorieën erboven gaan zitten. Mijn onderhoudscalorieën ligt ongeveer rond de 3000. En ik eet 3200 calorieën. Dat betekent dat ik heel langzaam aan het aankomen ben. Maar het voordeel hiervan is dat je ook minimaal aantal vet aankomt. En dat het merendeel van wat je aankomt daadwerkelijk ook spier is. Maar dan vraag ik je misschien af, oké, waarom heb ik die calorieën nou nodig? Nou ja, calorieën zijn daadwerkelijk energie voor ons lichaam. Dus als wij spier willen aankomen, dan hebben we energie nodig. Dat kost gewoon energie het maken van spier. Dus ik ga deze hele video door een metafoor van een huis gebruiken om het gewoon wat makkelijker uit te leggen. Als jij een huis wil bouwen, dan heb je simpelweg genoeg stenen nodig. Als je niet genoeg stenen hebt, kan je geen huis bouwen. En door ervoor te zorgen dat we genoeg eten, genoeg energie binnenkrijgen, zorgen we dat we genoeg stenen krijgen om ons huis daadwerkelijk te bouwen. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu wel naar de volgende maaltijd. Ik ga wentelt eventjes maken. Recept staat op mijn kanaal. Wel pas ik ze iets aan, maar mocht je ze willen namaken, kan je altijd de receptvideo kijken.
Oké, een kleine tip. Als je nog iets van je beslag over hebt waar je je wententeefjes natuurlijk in maakt, gooi het niet weg. Dat is zonde. Let op. Het is niet heel veel, maar het gaat om het idee en het principe. Als je dit dan nog hebt, dan kan je dit prima gewoon over de wententeefjes heen gieten. Daar is helemaal niks mis mee. Het zorgt er gewoon simpelweg voor dat je wententeefjes wat lekkerder worden, wat meer smaak krijgen en dat er geen voedsel verspild wordt. Maar dan kunnen we nu de deksel erop doen en dan zien we dadelijk wat het eindresultaat is. Oké, ik heb mijn wentelteefjes gemaakt. Ik heb er ook nog een beetje pindakaas overheen gedaan. 15 gram in totaal. Het is niet heel veel, maar het geeft net wat meer smaak en het is toch wel erg lekker. Ook heb ik een appeltje en heb ik 0% suiker vitaminewater. Ik ben daar laatst achter gekomen. Dat is gewoon nieuw voor mijn gevoel. Er zitten geen calorieën in, maar het heeft wel die smaak van vitaminewater en ik vind het ongelooflijk lekker. Maar dit is dan mijn middageten. Het is iets over 1, maar even, laten we eerlijk zijn. De wentelteefjes. Het ziet er niet verkeerd uit. Dus nogmaals, wil je ze maken, kijk dan zeker even op mijn kanaal. Want daar zal je de receptvideo vinden. En echt keer op keer, ze stellen me niet teleur. Ik vind het zo onwijs lekker. Ja. Zoals jullie kunnen zien heb ik het op. En ga ik nu eventjes ontspannen. Het is een rustdag voor mij. Dus ik kan lekker eventjes ontspannen. Dat is ook wel eens lekker. Maar voor de volgende maaltijd ga ik wel iets heel leuks proberen. Ik weet niet of het gaat lukken. Niet altijd alles wat ik probeer lukt. Maar als het lukt, dan denk ik wel echt dat we een super lekker gerecht hebben gevonden. Maar ondanks dat het heel belangrijk is om een rustdag te hebben, is het natuurlijk wel handig dat als je spier wil aankomen, dat je naar de sportschool gaat en dat je ook daadwerkelijk krachttraining doet. Om terug te komen op dat metafoor van het huis. Op het moment dat je aan krachttraining doet. Op het moment dat jij jouw lichaam die prikkel geeft van krachttraining, dan wordt er eigenlijk gezegd: oké jongens, we willen een iets groter huis bouwen. Ga maar aan de slag. Maak maar. Terwijl als je dat niet doet, geef je je lichaam geen signaal, niks. En wordt er eigenlijk gezegd: oké jongens, het huis is blijkbaar goed zoals het is. We hoeven niks te doen. Zoals jullie kunnen zien eet ik door de hele dag heen eigenlijk best wel veel eiwitten. En dit doe ik omdat eiwitten de bouwstenen zijn voor ons lichaam. Om weer terug te komen op die metafoor van het huis. Het is een mooie metafoor, dus ik blijf er gewoon lekker op terugkomen. Als wij voldoende energie hebben, als we voldoende stenen hebben om ons huis te bouwen. We geven het seintje aan het lichaam met die krachttraining om een groter huis te bouwen. Dan zijn de eiwitten eigenlijk het cement wat het huis aan elkaar vastplakken. Zonder het cement hebben we gewoon een stel blokken. En mensen die proberen een groter huis te bouwen. Maar dan gaat het uiteindelijk in elkaar storten en dat lukt dus niet. Dus eiwitten hebben we super hard nodig, want dit zorgt ervoor dat we die lichaamscellen kunnen opbouwen. En als we dan kijken naar het huis, dat het huis aan elkaar vast blijft plakken, zeg maar. Maar nu hoor ik jullie vragen, oké Donald, hoeveel eiwitten hebben we dan precies nodig? Nou ja, een heel makkelijk ezelsbruggetje is je lichaamsgewicht keer 2. Als je aan het aankomen bent, kan je nog 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht nemen. Daar is ook niks mis mee, maar zelf vind ik altijd keer 2 het makkelijkst. Een paar weken geleden heb ik geprobeerd om pannenkoekjes te maken. Dat ging helemaal mis en toen heb ik het in de magnetron gestopt. Toen keek ik het later terug en toen dacht ik bij mezelf, ik had het in de oven moeten stoppen. Want dan krijg je natuurlijk gewoon een cake. Dus dat heb ik dit keer gedaan. In plaats van pannenkoekjes heb ik datzelfde beslag. Heb ik in de oven gestopt en nu heb ik dus eigenlijk een soort van cake. Maar hij is nog niet helemaal klaar. Ik moet nog een paar dingetjes ermee doen. Ik ga er namelijk iets van proteïnepoeder overheen doen. En ik zal jullie ook laten zien hoe. Oké, allereerst, we hebben een bakje nodig. In dat bakje doen we een schepje proteïnepoeder. En dan echt het enige wat je hoeft te doen is een klein beetje water. Je kan altijd nog wat extra toevoegen. Dan bak je een vork en dan begin je gewoon te roeren. Nou ja, hier is duidelijk te zien dat dit te hard is. Dat dit nog niet vloeibaar is. Dus een klein beetje water erbij. En je kan al zien, het begint al een stuk vloeibaarder te worden. En dan heb je eigenlijk een glazuurlaag die je hebt gemaakt met proteïnepoeder. En die kunnen we dan over de cake heen doen. En zoals jullie nu kunnen zien, heb je eigenlijk gewoon een cake met een mooie, nou ja, in mijn geval chocolade glazuurlaag eroverheen.
Lekker. Ja, ik moet zeggen, het is echt gewoon een soort van cake-achtig bananenbrood. Dus het is erg geslaagd. Oké, het is inmiddels alweer de volgende dag. Voor het slapen gaan heb ik nog een bakje kwark gegeten met wat nootjes. Dus dat zal nu in jullie beeldscherm komen staan. Ook zal het calorietotaal in jullie beeldscherm komen staan met alle macro's. En ben ik in totaal op 3256 calorieën uitgekomen. Net iets boven die 2300. Maakt het heel veel uit? Nee. Heb ik 253 gram eiwitten op, 368 gram koolhydraten, 69 gram vetten en 75 gram vezels. Nou ja, ik heb jullie deze video natuurlijk al wat tips gegeven. Dus voldoende energie, krachttraining, voldoende eiwitten. Maar ik heb nog één laatste tip voor jullie. En dat is zorg voor voldoende slaap. Als we weer teruggaan naar die metafoor van het huis. We hebben voldoende bouwstenen. We hebben de prikkel gegeven van oké, jongens, we willen blijkbaar een groter huis. We hebben voldoende cement, want we hebben voldoende eiwitten. Dan is slaap eigenlijk een component wat ervoor zorgt dat ze voldoende tijd hebben om dat huis te bouwen. Als je 7 tot 9 uur per nacht slaapt, dan zorg je ervoor dat je lichaam voldoende tijd heeft om te herstellen, om dat huis op te bouwen. Maar als jij minder dan dat gaat slapen, ja, dan is het huis nog niet af. Dan hebben de bouwvakkers niet genoeg tijd gehad om je huis af te maken. En wat je lichaam dan gaat doen, is ja, het is kapot. Dan doe je het maar weg. Dus dat zou super zonde zijn als je voor de rest alles goed doet. En dan zijn dat de 4 grootste tips die ik voor jullie heb als het gaat om spieraankomen. Dan hoop ik dat ik jullie door deze video heen wat tips heb kunnen geven over het aankomen van spier. Tegelijkertijd wat inspiratie heb kunnen geven wat betreft mijn dieet. Zoals jullie kunnen zien, mijn dieet is voornamelijk gefocust op groente, fruit, volkoren producten, peulvruchten, noten, pitten, zaden, mager vlees, magere zuivelsoorten. En dit zijn dan die magere kwark, maar ook eiwitpoeder valt daar technisch gezien onder. En vul ik dat dus elke keer gewoon net wat anders in. Dan hoop ik dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Vond je hem nou leuk? Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Druk gelijk op het belletje, want dan weet jij wanneer ik weer heb geüpload. Dan zie ik jullie de volgende keer weer.